Hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video over uiteraard statistiek en SPSS in dit geval. Vandaag gaan we ons focussen op de kwaliteit van een multipel logistisch model. In de vorige video's hebben we het uitvoerig gehad over het uitvoeren uh, van logistische regressie en de theorie achter logistische regressie. Vandaag gaan we kijken hoe we de kwaliteit van een dergelijk model kunnen beoordelen met behulp van een van de drie. Uh, analyse technieken, de klassificatietabel, de Hosmer en show toets en de ROC-curve. En uh, ik ga die weer aan de hand van SPSS uh, uiteraard met jullie doornemen. Daarvoor ga ik het, uh, het databestand uh, infarct.saf gebruiken. Dat is een bekend databestand uit uh, de werkgroep opgave. Dus die kun je zelf nabootsen als je dat wilt. Um, maar laten we als eerst eens gaan kijken naar de klassificatietabel. Nou, om al deze toetsen overigens te doen, ga ik uh, een, een, met een backward selectie een predictiemodel maken. Um, dus dat is eigenlijk de, de eerste stap die we gaan zetten. Uh, en met die eerste stap gaan we ook gelijk de klassificatietabel opvragen. Alleen het eerste wat altijd belangrijk is bij het opvragen van een klassificatietabel is dat we de afkapwaarde bepalen. Het is namelijk zo dat de klassificatietabel uh, ja, proefpersonen klassificeert als de uitkomsthebbende of niet de uitkomsthebbende. En dat doet hij op basis van ja, die afkapwaarde. Zoals de vorige keer duidelijk is geworden, um, ja, voorspelt, um, voorspelt het, het logistische model allemaal kansen voor elk individu in de dataset. En als die kans. Uh, ja, boven het afkappunt of boven de afkapwaarde die we, die we opstellen voor de klassificatietabel valt, dan zal, het, uh, dan zal de klassificatietabel die persoon klassificeren als hebbende de uitkomst. En hetzelfde geldt als die voorspelde kans onder de afkapwaarde valt. Ja, dan wordt die voorspeld als niet de uitkomsthebbende. En in hoeverre die voorspelling overeenkomst, uh, overeenkomt uh, of juist niet met wat we observeren, Bepaalt de kwaliteit van het model. En dat kunnen we in kaart brengen door dat in een kruistabel te zetten. En die heet de klassificatietabel. Oké, okay, laten we eerst eens kijken naar um, het belangrijkste. Want die afkapwaarde die kan je baseren op nou ja, bijvoorbeeld de prevalentie in de populatie. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je uh, ja, gebrek hebt aan informatie. En wat dan vaak als um, afkapwaarde wordt gebruikt, is de prevalentie van de uitkomst in de dataset. En in het kader van onze data weten we toevallig dat dit een patiëntcontroleonderzoek is, wat waarschijnlijk zal betekenen dat de prevalentie 50% of 0,5 is. En dat gaan we als eerste eens even checken door een frequentietabelletje te maken. Uh, van de uitkomst uiteraard. Dus patiënt of controle. Oké. Okay. En dan zien we inderdaad dat we te maken hebben met precies 210 controles en 210 Patiënten, wat betekent dat de prevalentie van de uitkomst 50% is. Nou, laten we nu de volgende stap zetten. Namelijk het predictiemodel maken. Dat ga ik, ga ik snel doen. Um, Bij analyze. Regression. Regression uiteraard. Binary logistic, de logistische regressie. Dan gaan we eerst natuurlijk de uitkomst invullen. Dat is in dit geval patiënt of controle. Infarct. En alle... Predictoren ga ik dan vervolgens selecteren. Dat zijn alle deze factoren. Diastolische bloeddruk, die overigens lineair is op de uitkomst. Dat heb ik al even gecheckt. En BMI wil ik ook meenemen, maar die is niet lineair op de uitkomst. Dus die neem ik als een categoriale factor mee. Dan moet ik bij categorical natuurlijk nog even opgeven welke um, uh, variabelen categorisch zijn. En dan specifiek degene die meer dan twee categorieën hebben. Dat zijn alcoholconsumptie. Beroep en de percentielgroepen van BMI. En dan wil ik al die factoren graag met de eerste categorie als referentie hebben. Nou, maakt dat voor een predictiemodel vaak niet uit, maar dat nou ja, doe ik voor mezelf toch even. Continue. Dan zet ik de backwards selectie alvast aan. Dat doe ik op basis van de likelihood ratio. Ga ik vervolgens naar options. Daar ga ik invullen dat ik een betrouwbaarheidsinterval wil voor elke regressiecoëfficiënt. En daar moet ik nog eventjes de uh, afkapwaarde van de backward selectie inzetten. Nou hebben we bij een backward selectie natuurlijk alleen maar te maken met removal, maar toch wilt SPSS ook de entry weten. Dus die moet dan eventjes iets lager zijn dan het gekozen afkappunt bij removal. In dit geval willen we alle predictoren die boven de 0,05 zitten verwijderen en alles wat onder de 0,05 zit, blijft in het model. Nou, wat dan ook nog belangrijk is, is de classification cut-off. Dat is die afkapwaarde waar ik het net over had. Die moet je dus instellen op basis van ja, de informatie die je hebt. En in dit geval ja, hebben wij uh, geen verdere informatie, even ook voor het gemak. En kiezen we dus de prevalentie van de uitkomst. En zoals ik net al zei, we hebben het te maken met een case control onderzoek waarin de prevalentie dus 50% is. Um, dus in dit geval kunnen we die laten staan op de standaardwaarde die SPSS voor je invult. En dat is 0,5 in dit geval. Dan klikken we op continue en dan zijn we volgens mij helemaal klaar. En dan mogen we het model uitvoeren. Nou, er komt een hele rits aan uh, output uit. Dat komt omdat we ja, verschillende stappen zetten. Dus laten we eerst eens even kijken hoe ons uiteindelijke model eruit ziet. Dan gaan we even naar beneden toe. Hier. Nou, dan zien we hier in stap 1 dat alle variabelen zijn geïncludeerd. En dan zien we bijvoorbeeld dat uh, diastolische bloeddruk er waarschijnlijk uit zal gaan. Die heeft een vrij hoge p-waarde. Lichamelijk actief zit er net boven. Nou ja. Laten we eens even kijken bij stap 2. Dan zien we inderdaad dat diastolische bloeddruk wordt verwijderd uit het model. Lichamelijk actief is ook nog steeds boven de 0,05, dus die zal ongetwijfeld in de volgende stap uit worden gehaald, ja. Die wordt er in de volgende stap uitgehaald. En dat is tevens ook de laatste stap, want dat is, uh, ja, er komt niks meer na. Dus ons uiteindelijke model is een model waarin um, lichamelijke activiteit en diastolische bloeddruk uit zijn. Wat ons rest is, dus roken, alcoholconsumptie, geslacht, beroep en BMI. Nou, dat is uiteindelijk in dit geval even niet waar we in geïnteresseerd zijn, maar wij zijn geïnteresseerd in deze tabel. Eigenlijk zijn het er ook weer drie, want voor elke stap maakt de regressie in dit geval een klassificatietabel. Nou, zoals ik al zei, hebben we dus in dit geval uh, een, uh, is, is het een kruistabel waarin we geobserveerd en voorspeld tegen elkaar afzetten. Dus wat is de voorspelde status op basis van het model en wat is de status die we observeren in de data? Laten we voor onze klassificatietabel ons uh, gaan richten op de laatste stap. Um, dat is uit uiteraard het model wat we willen beoordelen op kwaliteit. Dus wat we hier kunnen zien is dat er um, van de controles 160 mensen zijn uh, voorspeld als een controle, uh, terwijl ze dat ook um, daadwerkelijk zijn. Dus dat zijn uh, ja, 160 correct voorspelde proefpersonen. Maar we zien ook dat er 46 mensen die eigenlijk een controle zijn, zijn voorspeld als een patiënt zijnde. En dat, ja, dat klopt natuurlijk niet. Dus dat zijn eigenlijk fout positieve. Mensen, mensen die ja, zijn voorspeld als hebben de uitkomst, maar dat eigenlijk niet zijn. En daarachter zien we ook het percentage wat dan correct is uh, voorspeld. Dus dat zijn de 160 van de in totaal. Uh, 206 in dit geval controles. Er zijn een aantal missende waarden uh, ten opzichte van de 210 die er totaal in de dataset zitten. En datzelfde proces dat kunnen we herhalen voor de patiënten. He, dus de mensen die daadwerkelijk patiënt zijn, hoe goed zijn die voorspeld als een patiënt? Nou, we zien dat er 155 patiënten door het model correct zijn voorspeld als een patiënt. Maar dat er ook 52 uh, uh, patiënten zijn voorspeld als een controle. Dus die komen niet overeen. Zo'n fout-negatief. Uh, fout negatieve voorspelling. En in dat geval zien we dat er een correct uh, ge, uh, voorspeld percentage is van 74,9%. Nou, die twee percentages, dat zijn bekende termen, dat zijn namelijk de sensitiviteit en de specificiteit van het model. Ja, dus hoe sensitief is het model voor het oppikken van de uitkomst? Ja, dat is in dit geval 74,9%. En hoe specifiek is het model? Ja, dus hoe goed is het model in het onderscheiden van de ziekte? Of in dit geval het klassificeren van de niet-uitkomst. 77,7%. En daar kun je een totaalpercentage van maken. En dat is in dit geval 76,3%. Nou, je kunt in dit geval ook nog de vergelijking maken met de voorgaande modellen. Hè, dus hoe goed waren de eerdere modellen? En uh, ja, heeft het, uh, het verwijderen van bepaalde predictoren uh, geleid dat het model minder goed is geworden? Um, en dat lijkt in dit geval nou ja, in mindere mate zo te zijn. Uh, in beide, het eerste en het laatste model, is het percentage hetzelfde. Alleen het voordeel is dat je natuurlijk het laatste model ja, is eenvoudiger omdat je minder parameters geschat hebt. En daar ligt toch ook voor een groot deel de voorkeur in dat geval. Nou... Of die 76,3% nou goed of slecht is, dat hangt er natuurlijk vanaf. Het hangt ook af van het beoogde doel. Heel, wil je echt zorgen dat je geen ziekte mist, ja, dan is het natuurlijk zaak dat je uh, de sensitiviteit heel erg hoog uh, neemt. En ja, misschien is de specificiteit dus wat minder belangrijk. Maar nogmaals, dat zijn dingen: ja, of dit goed of fout is, dat hangt heel erg af van het kader van het onderzoek. Oké, okay, laten we nu eens gaan kijken naar de volgende kwaliteitscheck, namelijk de ROC-curve of de ROC-curve, Receiver Operator Characteristic Curve, als je het helemaal wilt uitspreken. Die methode die borduurt eigenlijk verder op de klassificatietabel in de zin dat het eigenlijk meerdere klassificatietabel procedures in één zijn... Ehm, um, zoals, zoals ik eerder heb laten zien, um, kiezen we bij de klassificatietabel een bepaalde afkapwaarde. Hè, waaraan uh, kans boven of onder moet zitten, en op basis daarvan klassificeren we een persoon als de uitkomst of niet de uitkomsthebbende. En wat we bij de ROC-curve eigenlijk doen, is dit afkappunt aanpassen. Dus we gaan verschillende afkappunten proberen. En voeren dus steeds een klassificatieprocedure uit, en bekijken wat de samenhang is tussen de sensitiviteit en de specificiteit, die je dus daar steeds mee berekent. En als je dat steeds doet, dan kun je dat uitzetten in een, ja, in een grafiek, en dat heet de ROC-curve. Nou, laten we dan maar gelijk gaan kijken hoe, dat, uh, hoe je dat uh, kan maken in SPSS. Wat ik daarvoor eerst moet doen, is het model wat we uiteindelijk hebben gemaakt nog een keer uh, draaien. En wat we moeten doen, is dat we alle geschatte kansen uh, uit het model, die moeten we als een nieuwe variabele gaan opslaan. Nou, laten we eerst het model uh, eventjes um, opnieuw aanmaken. Dus dan gaan we naar Binary Logistic. En wat we dan moeten doen, is bij Save Probabilities aanvinken. Wat hij dan dus doet, is alle ja, door het model geschatte kansen in een nieuwe variabele zetten. En we kunnen natuurlijk ook ons, uh, ons, ons uiteindelijke model hierin formuleren. Maar dat kan ook ja, door gewoon nog een keer de backward selectie uit te voeren. Dus dat doe ik in dit geval even voor het gemak. Nou, dan gaat hij dat draaien. Dan krijgen we uiteraard uh, weer dezelfde resultaten als die we eerder kregen. Zijn we nu niet in geïnteresseerd? Maar we zijn geïnteresseerd in de nieuwe variabelen die we hebben aangemaakt: pre One. Dus dit zijn de voorspelde kansen, hè, de door het model voorspelde kansen van het laatste model. Dus het uiteindelijke model wat we geschat hebben. Nou, kan ik kan nog even op dubbel klikken en dan zie je inderdaad dat het allemaal kansen zijn. Even sorteren. Hè, die lopen natuurlijk van 0 tot maximaal 1. En die moeten we nu gaan gebruiken om onze ROC-curve te maken. Dus laten we, dat, uh, laten we dat gaan doen. Dat doen we ook bij Analyze. Nou, het zal je niet verbazen, maar dat staat onder ROC curve. En dan krijgen we een nieuw schermpje waar we een aantal uh, ja, variabelen moeten definiëren. De eerste is de test variable. Dat is uh, in dit geval de kansvariabelen. Dus dat wordt de predicted probabilities. Die zetten we daar neer. Dan de state variable. Nou, dat klinkt uh, al vrij logisch, maar dat is dus de uitkomst in dit geval. Hè? De status van een persoon, 0 of 1. En dan moeten we ook nog aangeven wat de, wat de waarde is van de uitkomst. Nou, dus het is belangrijk dat je dan altijd even goed checkt uh, ja, of 0 of 1 of misschien 1 of 2 je uitkomst is. In dit geval zijn de mensen met een infarct, dus met de uitkomst zijn, gecodeerd als 1. Dus dat vul ik hier ook in. Nou, dan de, de ROC-curve, die krijg je natuurlijk standaard. Uh, maar ik zet meestal de rest van de opties ook aan voor de compleetheid. Nou, laten we eens gaan kijken wat dat, uh, wat dat ons oplevert. Nou, zoals ik al zei, um, die verschillende afkappunten en de ja, bijbehorende sensitiviteit en specificiteit, die kun je in een grafiek zetten en dat geeft je de curve. Nou, zoals we dat hier zien, zien we dat die curve, de blauwe lijn, dat die, uh, die, die loopt uh, bol. En we zien dus inderdaad dat op de y-as hier de sensitiviteit staat, die loopt van 0 tot 1, hè, van 0 tot 100 procent. Op de x-as hebben we 1 min de specificiteit. Dat is even belangrijk om in je achterhoofd te houden. Dus die loopt ook van 0 tot 1. Dus bij de 0 hebben we daar in dit geval een specificiteit van 1. En bij de 1 een specificiteit van 0, of 0 en 100. Nou, wat er nou gebeurt in de ROC-curve is dat je, je ziet verschillende knikjes de hele tijd in die lijn. En elk knikje staat eigenlijk voor een nieuw afkappunt wat uitgeprobeerd wordt. Hè? Dus dat zijn, wat ik al zei, herhaalde klassificatietabelprocedures. En die kan je inzichtelijk maken door uh, naar, naar de tabel met de coordinates te gaan. Dan zie je namelijk, hier in de eerste kolom zien we de afkappunten die worden uitgeprobeerd, om het zo maar even te zeggen. En daarbij zien we dan ook de bijbehorende sensitiviteit en de bijbehorende 1-specificiteit. He, dus we zien bijvoorbeeld dat het allereerste afkappunt 0, ja, dan is het natuurlijk logischerwijs dat alle kansen boven de 0 zitten. Dus iedereen wordt geclassificeerd als de uitkomsthebbende, een sensitiviteit van 100%. En analoog daaraan staat natuurlijk dat we uh, een ja, specificiteit hebben van 0: En 1 min 0 is natuurlijk 1, dus daarom staat hier ook een 1. Nou ja, en zo zie je dus dat voor verschillende afkappunten steeds wordt gekeken... wat is de sensitiviteit en wat is 1-specificiteit. Nou, wat kunnen we daar nou mee? Nou, daar, daar kunnen we eigenlijk een, een optimaal afkappunt of een afkapwaarde mee vinden. Zoals ik al eerder zei, vinden we het misschien belangrijk dat we een hoge sensitiviteit hebben... en juist een wat lagere specificiteit, of juist precies andersom. Nou, dan kunnen we dus op basis van de ROC-curve zo kijken dat bij welke afkapwaarde... Ja, Ligt er, ligt er voor ons ideale sensitiviteit en specificiteit? Of misschien willen we wel een, een afkappunt hebben, of een afkapwaarde hebben, die de sensitiviteit en de specificiteit zo hoog mogelijk, allebei zo hoog mogelijk laat zijn. Een soort van ja, optimum. Nou, dat kun je hier dus in aflezen. Tot slot, wat er nog interessant is, is wat we de area under the curve noemen. Dus dat is het gebied wat onder de blauwe lijn ligt. En in dit geval is die gelijk aan 0,836. En die loopt in principe van 0,5, dat is het stukje van de rode lijn, tot en met 1. Als die 1 zou zijn, dan betekent dat die blauwe lijn hier recht omhoog loopt en dan vervolgens weer horizontaal. In dat geval zou het model perfect zijn. Dan zouden we een sensitiviteit van 1 en een specificiteit van 1 hebben. Oftewel, zowel de uitkomst als de niet-uitkomst worden perfect voorspeld. Nou, in de werkelijkheid is dat natuurlijk nooit zo, maar zal, dat, zal die curve, die area, zal ergens tussen de 1 en de 0,5 liggen. En 0,5 is in dit geval een waardeloos model, namelijk het is net zo, uh, het is net zo goed als kop of munt. Dus het, ja, het voorspellen is gewoon puur gokken. Nou ja, en wat dan een, een, een goed... Uh, een goede waarde is voor die area under the curve. Dat is natuurlijk uh, een punt van discussie. Dat hangt natuurlijk van allerlei factoren af en daar is niet echt een gouden regel voor. Er wordt soms gezegd dat uh, ja, vanaf een waarde van 0,7 wordt geacht als redelijk goed. Um, maar nogmaals zijn dat natuurlijk allemaal arbitraire afkappunten en hangt het natuurlijk ook sterk af van het onderzoek wat je aan het doen bent. Dat over de ROC-curven. Nou, laten we dan nog even snel kijken naar de laatste kwaliteitscheck. Dat is de Hosmer- en Lemmy Show toets uh, Ook wel de goodness of fit-test. En wat die toets eigenlijk doet, is um, op basis van de door de model geschatte kansen, de steekproef in ongeveer 10 gelijke groepen te delen. Nou, wat hij dan vervolgens doet, is te kijken op basis van de ja, gemiddelde kans per groep, wat is nou het verwachte aantal Controles of patiënten. En in hoeverre komt dat wel of niet overeen met de geobserveerde waarden in onze data? Nou, en dat wordt getoetst op basis van een g kwadraattoets eigenlijk, hè, zoals jullie dat gewend zijn: observed en expected in het kwadraat gedeeld door expected. En op basis daarvan kunnen we kijken: nou ja, wijkt dat significant af of niet? En als dat wel zo is, ja, dan, dan passen de voorspellingen van het model dus niet goed bij de data. En dat is dus in dit geval waar we, ja, daar zijn we niet in geïnteresseerd. Um, maar laten we eens eventjes eerst in SPSS die toets uitvoeren en dan kunnen we even kijken hoe dat nou precies in elkaar steekt. Nou, je vindt die toets uh, uiteraard onder de regression. Ja, dus we gaan naar regression, binary logistic. En um, nou ja, we laten ons model gewoon weer even staan. Uh, we gaan ook weer even de backward selectie gebruiken. Dus dat betekent dat de toets ook weer drie keer wordt uitgevoerd. Hè, want we hadden drie stappen in ons model. Um, maar daar ga, gaan we maar even doorheen lezen. Um, dat doen we bij options. Nou, daar staat hier al de Hosmer Lemmy Show goodness of fit, zoals ik al zei. Die selecteren we dan uiteraard. Continue. En die voeren we uit. Nou, dan gaan we een stukje naar beneden, en dan vinden we hier twee stukken output die horen bij die toets. We zien eerst uh, een heel klein tabelletje, dat is de toetsingsgrootheid. Daar komen we zo. Eerst gaan we eens kijken naar de contingency table, want daarin zien we die onderverdeling van die tien groepen waar ik het over had. En wij gaan specifiek even kijken naar uiteraard stap 3, ons uiteindelijke model, want dat was het model wat we ja, geformuleerd hadden met onze selectie. Dus wat je ziet is dat we inderdaad 10 ongeveer gelijke groepen, we zien dat het steeds ongeveer rond de 40 uh, proefpersonen ligt. Hè. En voor zowel uh, de controles als de patiënten wordt gekeken naar nou, wat observeren we, hoeveel mensen observeren we met de, uh, als controle of als patiënt, en hoeveel verwachten we er op basis van de door het model geschatte gemiddelde kans in die groep. Dus we zien bijvoorbeeld uh, bij groep 1. Uh, in het uiteindelijke model, dat we 39 controles observeren. Hè, dus die zijn er. Maar we zouden er met de gemiddelde geschatte kans van het model 41,599 verwachten. Nou, dat kunnen we ook voor de patiënten doen. Dat, zouden er, uh, dat zijn er zes. We observeren zes patiënten in groep 1. Maar we verwachten er op basis van de modelschatting 3,401. Nou, dat kun je zo voor elke groep kun je dat herhalen. Hè. Dat, is dat, 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 dat geeft allemaal verschillende frequenties, observed en expected. En als je dat uiteindelijk voor al die groepen hebt berekend, ja, dan is het een kwestie van een gie-kwadraat uitvoeren. In dit geval moeten we dan nou, nogal wat rekensommetjes uitvoeren. Namelijk uh, voor groep 1 zou dat zijn 39 min 41,599 in het kwadraat, delen door 41,599. Nou, dan ook voor de patiënten. Dus 6 min 3,401 in het kwadraat delen door 3,401. Dus dat rekensommetje, dat moet je in totaal 20 keer uitvoeren in dit geval. Nou, dat ga je natuurlijk met de hand uh, allemaal niet willen doen. Uh, maar daar hebben we SPSS voor. Als je die som helemaal uitvoert, dan kom je uit op een g verdeelde grootheid. En die staat in het tabelletje waar ik het eerder al over had. En in ons geval van stap 3 is dat een 7,723. Nou. Die grootheid die volgt 8 vrijheidsgraden. En zoals jullie weten, met een ja, g-kwadraat verdeelde grootheid en een aantal vrijheidsgraden, kunnen we natuurlijk weer een p-waarde vinden. En die p-waarde is in dit geval 0,461. Niet significant dus. Wat betekent dat nou? Dat betekent hè, dat we de nulhypothese, namelijk het model past, niet kunnen verwerpen. En dat is in dit geval waar we in geïnteresseerd zijn. Want dat, doet namelijk, uh, dat, dat laat namelijk zien dat. Observed en expected, verwacht en geobserveerd, bij elkaar passen. Die liggen namelijk dicht bij elkaar. Als we hier een significant verschil hadden gevonden, ja, dan betekent dat expected en observed niet bij elkaar passen. En dat zou dus betekenen dat ons model niet goed past bij de data die we hebben. En dat willen we natuurlijk niet.